O Dirk, jij stond altijd zo vast in het geloof. Moest je daarom zo vroeg worden opgenomen? O Heere, laat het niet waar zijn. Mogen Dirk toch nog leven? Ik kan hem nog niet missen. Ik kan het niet. Jouw naam komt me zo dierbaar voor. Dirk, je bent toch van mij? Hoe kom nog weer? Maar Dirk kwam niet terug. Hij was een van de 46 mannen die in koele bloeden bij Varsseveld werd doodgeschoten door de Duitsers. Een represaillemaatregel voor de moord op 4 Duitse soldaten door verzetsgroep De Bark. De soldaten moesten dood omdat ze het hoofdkwartier van het verzet in de regio hadden ontdekt. Die verzet dat zat ook verborgen in die boerderij. En die Duitsers hebben ze gezien dat ze dus dingen hebben gevonden wat hun kon verraden. Toen hebben ze Duitsers achtervolgd en ze hebben hun gezegd van nou, willen jullie overgeven, we nemen jullie gevangen. Willen jullie niet meewerken, dan hangen we jullie op. En dat is ook gebeurd. Maar ja, wat doe je er dan mee? Dan moet je ergens mee naartoe. Dus ze hebben het in scène gezet en dat is hier dichtbij gebeurd. Dan hebben ze een auto-ongeluk in scène gezet, maar dat is mislukt. De andere dag vonden ze dus al sporen op de lichamen van die gedode Duitse soldaten, die zo wezen dat ze waren opgehangen. De van oorsprong Achterhoekers Dirk de Rietstap en zijn zwager Gerrit Ormel werkten voor de zogenoemde Trouwgroep in de buurt van Bergentheim. Zij zorgden voor de verspreiding van de toen verboden krant Trouw. Ze werden verraden en via de gevangenis in Almelo kwamen ze terecht in Doetinchem in de Kruisberg. Zij was er dus de week daarvoor, aan het eind van de week, erachter gekomen dat hij in de Kruisberg zat in Doetinchem. En vrijdag 2 maart zijn ze naar de gevangenis gegaan. En toen zei ze, ja, maar weet je wel zeker dat hij hier zit? Ja, ze zijn vorige week is mijn vader hier geweest. En toen heb ik gezegd dat hij hier zat. En dat we op vrijdag konden komen. En er ging nog steeds geen lichtje branden. Dus toen zijn ze teruggegaan weer naar de boerderij. En toen had de broer van mijn vader daar gestaan. Die zei, maar hebben jullie dan nog niks gehoord? En die hadden dus gehoord dat er in Varsseveld 46 mannen waren doorgeschoten. Maar ze wisten nog steeds niet of mijn vader daar nog bij was of niet. En dat wou ook niemand zeggen. Het is graan wat gegroeid is op de akker hierachter. Boer Kraaienbrink, de eigenaar van de grond, ontdekte bij het oogsten dat het graan op die plek harder groeide dan op andere plaatsen, op de plek waar de executie heeft plaatsgevonden. Dus dit graan is gegroeid op het bloed van de slachtoffers. En dat heeft hij verzameld, heeft hij apart gehouden en is uiteindelijk in deze glazen stolp ondergebracht en vormt daarmee het hart van dit monument. Maandag is het 70 jaar geleden dat hier 46 mannen de dood vonden door een mislukte aanslag. Met de jaren zwelt ook de kritiek, omdat het wellicht een ondoordachte actie was van het verzet. Had ze begraven, had die jeep aan de grens neergezet, daar had geen haan naar gekraaid. Maar ja, er is zo nodig gekozen voor wat dan in de militaire archieven omschreven staat als de romantische methode. Door dat hier in scène te zetten, wat is daar het nut van geweest? Het enige wat ze bereikt hebben, dat 46 mannen die pad nog deel hadden aan wat hier gebeurd is, aan hun ideeën over hoe ze er vanaf moesten komen. Ja, dat is iets waar je heel grote vraagtekens bij kunt zetten. De vader van Gerrit is herbegraven in Bergentheim. Maandag zal hij bij de herdenking zijn, vooral voor zijn moeder. Ze was stapelgek met hem, stapelgek. En toen moest ze ineens alleen verder. En dat lees je gewoon, dat kon ze eigenlijk niet. Voor haar gevoel kon ze dat niet. Nou, en dan denk je, ja, dat is je moeder.